Een hele goede middag, lieve mooie dingen maaksterren. Woensdagmiddag. We lopen naar het einde van onze kerstmaand. Dus dit is de ene laatste aflevering van dit jaar met een kerstworkshop. En vandaag gaan we dennenappels haken. En ik heb jullie gisteren iets beloofd wat toen misging omdat het had geregend. Had ik het nou maar gelijk gedaan? 2 minuten in de magnetron en hij was weer de oude. Dus, ik laat dit zien voordat we naar de workshop van vandaag overgaan. En ik geef jullie vast een blik op de workshop van morgen. Zijn hier toevallig mandala-maaksterren? In ieder geval, deze tafeldecoratie kan je natuurlijk ook uitstekend in een ring spannen. Het wordt weer tijd om te drinken. En dan, dus je kan hem als tafeldecoratie gebruiken, maar je kan hem ook mooi in een ring spannen. Eerst maken en dan een ring zoeken. Dus, maar ik maak altijd alles af, hè. Geen workshop in delen. Dus morgen, de laatste workshop van de kerstmaand, ga ik deze aan één stuk maken als workshop. Dus ik denk dat het een marathon van 1 uurtje of 6 wordt. Dan ga ik in de tussentijd wel even tussendoor lunchen natuurlijk. Maar ik blijf wel hangen. Morgen gaan we dit maken. Luister, dit kan iedereen. Dit komt uit een antiek boekje. Het lezen van het boekje, dat was echt dodelijk vermoeiend. Maar in de termen van nu, het zijn alleen maar eindeloos veel stokjes. Eindeloos veel stokjes. Allemaal stokjes, allemaal stokjes, allemaal stokjes. Oh, en lossen. Dus, dit kan iedereen. Alleen, die patronen die zijn zo vermoeiend en ingewikkeld uitgeschreven dat ik dat even heb hertaald naar begrijpelijk nu. Dat mag ook meer dan 100, weet ik veel hoe lang jaar later. Dus we gaan. Ik heb trouwens nog, er moet nog 1 toer aan. Zag ik net, maar alleen. Ja, het is natuurlijk wel een project, want er zitten echt meer dan 1000 stokjes zitten hier alleen al in. Dus hij komt helemaal op YouTube. Ik heb verlengsnoeren, krachtpower, bank, extra, alles dat het kan. Net als met Oud en Nieuw ga ik dus weer een marathon in. Alleen maak ik nou eens een wat groter dan 2 uur durend project. Maar wel in 1 keer. Ik heb weekend, date night gaat niet door, dus wat dat betreft heb ik alle tijd. En dit kan dus iedereen. Kijk, zo ziet het eruit zonder dat ik er troep in heb gelegd. En zo ziet het eruit als, joehoe, wat een goede timing, vriend. Wat een goede timing. Ja, ik moet toch wat te doen hebben, jongens. Ik heb verder helemaal niks te doen, dus. En daar hebben we onze lieve vriend Pim. Die denkt, hey, dat is nieuw. Dat heb ik nog helemaal niet gezien. Nee, dat heb ik ook angstvallig verborgen gehouden voor alles en iedereen. Inge, moet je in de nachtdienst? Ja, kat in het bakje. Nou, als je, oh, rustig, rustig, zachtjes aan. Hé, hey, liefie. Hij hoort me praten. Dat is het. Volgens mij is dat het. Als hij in de buurt is en hij hoort me praten en hij heeft niemand aanzien komen, hebben we het nou laten vallen of heb je het al gelijk doorgeslikt? Dan weet hij van, hé, hey, snoepjes. Henny heeft goed nieuws. Nou, dat is echt het benoemen waard, Henny. Henny heeft eindelijk, na maanden van zoeken, want het is echt een soap, heeft ze schoenen die lekker zitten. Als ik je 1 advies mag geven, koop gelijk nog 2 paar dezelfde. Echt, dat doe ik ook namelijk. Wat ging Inge doen? Waarom was Inge, wat heeft Inge voor nachtdienst? 3 nachten nachtdienst. Nou, Inge, super. Ik bedoel, dat is een keuze die je hebt gemaakt bij het beroep wat je hebt gekozen. En ik heb daar echt ontzettend respect voor. Want dat, steeds dat omkeren van de tijd, die continu diensten en zo. Ik vind het respect. Dus dank je wel. Ik was even bezig met nog het beloofde van gisteren met de dennenappel. En Pim die blijft gewoon even lekker zitten. Kijk, Henny, je hebt een goede vriend. Ik moet nu even kijken hoe ver was ik. Iedere derde even meerdere.
Ja, ga even yoga in beeld doen. Vooral met je achterkant naar ons toe. Heel goed. Oh, dat kunnen jullie gelukkig niet zien. Ja, je bent een lieverd. Zo heb ik laarzen. Daar heb ik dus inderdaad nog 2 paar extra van gekocht. Dan kan ik een marathon oplopen. Door de stad dan. En niet door het bos. Dat werkt niet heel fantastisch. Maar mooie laarzen. Chique laarzen. Of laarzen waarmee je niet door het bos banjert. Maar waar je... Dat zijn laarzen van Tamaris. Nou, echt duur. Maar ik heb gezocht en ze uit Duitsland laten komen. Dat is goedkoper dan hier in Nederland kopen. Je snapt het niet. Maar daar zit een voetbed unit anti-stoot rubber ding in de zool en in de... Nou, dat is fantastisch. Daar loop je echt op alsof het pantoffeltjes zijn. Maar natuurlijk niet om te gaan wandelen. Maar wel als je gewoon in de winkel werkt waar het leuk is om laarzen te dragen of zo. En waar je wel kilometers maakt, zeg maar op gewoon vlakke ondergrond. Ja, en dan gaat de yoga weer, maar dat is ook mooi uit beeld. Het wordt hier ondertussen donker. Ik moet even lampen aan gaan doen. Ik bedenk ook dat ik ze niet aan heb gedaan. Momentje. Ik ben zo terug. Andere kant. Ja, we doen de spotlights aan, Pim. Ja. Even kijken, wat zijn we hier allemaal aan het maken? Ja, tuurlijk. Oh ja. Je kan morgen gewoon beginnen met meedoen om 10 uur. En dan moet je gewoon goed onthouden wanneer je stopt. Je kan natuurlijk stoppen wanneer je wil. En dan check je later weer in op dat ongeveer moment. Want de toeren zijn heel makkelijk. Iedere toer is anders, maar het zijn constant herhalingen van hetzelfde. Ik bedoel, dit zie je. Dit is 1, dat is allemaal constant hetzelfde. Alles is constant hetzelfde. Dus je hoeft alleen maar ieder stukje van de toer op te pakken. Maar hey, Miranda schrijft het niet uit. Want dan ben je natuurlijk zo door die 6 uur heen. Wat natuurlijk wel een dingetje is. Dus je zal moeten kijken, maar je kan me gewoon volgen. Want je ziet vanzelf als ik aan het einde van een tour ben. En dan leg ik de volgende tour weer uit. Maar het is super simpel. Alleen hoe ze dat opschreven, nou, dat is echt niet te doen. En dan ook nog in dat oud-Nederlands of zo. Niet normaal. Maar toen ik erachter kwam hoe het werkte, dacht ik van, oh, maar dat is easy peasy project. Maar het schrikt gewoon af als je het patroon ziet. Maar dat is dus helemaal nergens voor nodig. Pimmetje, niet aan de camera zitten, want dan maakt hij... Dat is niet goed, hè. Moet weer knuffelen, hè. Hij dwingt het helemaal niet af of zo, hoor. Helemaal niet. Hey, ik heb nog 2 minuten en ik moest nog een workshopje houden. Nou, Henny, lekker even opdrogen. Warme kop thee of koffie erbij. En dan... was het leuk op je werk? Heb je fijn gewerkt? Ja, oud-Nederlands met SCH. Hij vindt het altijd heel lekker als ik heel zijn koep in de war breng. Maar ja, hij heeft nou niet zoveel haar, dus niet zo grappig. Pimmetje, kijk eens omhoog. Dan kunnen mensen... Oh nee, hij is heel alles kwijt, hè. Hij had altijd die hele kraag. Alles is weg, hè. Het is nu gewoon bijna een kort haar. Met lang haar. Hij is nu half lang haar. Hè? Oh, het is zo'n knuffel. Oh, lekker, Anita. Ja, want morgen is Jasper jarig, Anita. Ja, nee. Je moet eventjes om 10 uur inchecken. Trek hem uit zijn bed of ga bij hem op zijn bed zitten. Maar even om 10 uur inchecken. Dan gaan we allemaal voor hem, gaan we hem feliciteren. Ik moet nog even iets bedenken. Ja, dan wordt hij door een grote YouTube-ster wordt hij ge-shout-out. Zoals dat dan heet. Een handwerk-YouTube-ster bedoel ik, niet een grote YouTube-ster. Sorry. Pimmetje. Oh, fijn. Je hebt wel lekker gewerkt. Pimmetje, ik kan niet... Oh, dat is niet goed, jongens. Pimmetje zit aan de camera. Oké, Pim. Lieverd, kom. Ik moet eventjes... dus dit is voor morgen. Dan kan iedereen meedoen. Ja, ook Henny, jij kan ook gewoon meedoen als je vrij bent. Hier, Pimmetje, kom maar even hier. Het wordt gewoon een afleidingsmanoeuvre, joh. Ga eens van mijn draad af. Ik heb al niet zoveel.
Dus ik heb een hoedje zeg maar voor de dennenappel gemaakt. Die gaat dan op de onderkant. En eigenlijk moet hij er een beetje overheen hangen. Dus dan span je hem er een beetje overheen. En daar ga ik dan ijspegeltjes aan haken. Dus ik ga... Ik ben maar 1,50 meter. Ja, wat. Oh ja, helemaal niet groot. Ja, precies. Nou, ik haak een x-aantal lossen. En dan niet zo heel veel. En dan ga ik gewoon vaste terughaken. We kennen het wel, hè? Eerst een halve vaste voor het puntje. En dan nog twee vaste. En dan nog een keertje drie vaste in iedere losse. Nee, is te veel. Ga gewoon halve vaste terughaken. Is genoeg. Halve vaste terughaken is genoeg. Het is maar een klein dingetje, hè? Dus dan gewoon één halve vaste in iedere losse. Mijn draadje is bijna op, maar het is maar dat je het idee krijgt. Nou, vervolgens haak je een paar halve vaste langs het randje. Mogen ook vaste zijn, wat jij wil. Maar mijn draadje is bijna op, dus ik neem even halve vaste. En dan haak je nog een keer zoiets. Kan korter, kan langer. Je kan er een hangertje nog aan hangen, weet je wel. Een bedeltje of zo. En dan plak je hem op het dingetje. En dan moet je even het draadje wat je aan het begin hebt, daar maak je het lusje van. En dan heb je besneelde... Besneelde dennenappels. Dus, maar dat was even tussendoor. We gaan dennenappels maken. Dus voor degenen die iets later binnen zijn gekomen, welkom. Sowieso iedereen van harte welkom bij deze nieuwe workshop. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ondertussen zijn er alweer meer dan ongeveer 30 mensen binnen. We gaan dennenappels haken vandaag. Twee verschillende. Tadaa, we gaan twee workshopjes doen. En ik heb geen voorbeelden om te laten zien, want die kon ik niet vinden. En nou ja, pak garen, maakt niet uit welke kleur, kan ook roze, maakt niet uit. We gaan dennenappels haken. Ik denk, ik doe het gelijk even in kleuren waar ik wat mee kan. En ik begin met dennenappels die verkleuren. En hoe langer ze liggen, hoe grijzer ze worden. Althans, buiten. Wat ga ik doen? Ik ga losse haken. Hoi! Mevrouw van Rooyen. Ik ga losse haken tussen de... Nou, wat zullen we doen? Tussen de 25 en de 30. Komt niet heel nauw, doe maar wat. Beetje los, hè? Want we moeten er natuurlijk in gaan haken. Dat weten jullie. 1, 2. Prettige wedstrijd. Fijne workshop. Thea, hoi Thea. Dankjewel, Aletta. Ik weet niet, het zal wel goed zijn. Ik heb een rijtje losse gehaakt. Wacht even, ik neem even wat te drinken. Wat heb ik nou weer gegeten? Ik heb een uitsmijter met spek gegeten. En kruiden. Dus daar zou ik wel dorst van hebben. Lekker. Dus morgen ga ik lunchen tijdens de workshop. Morgen heb ik koekjes en ik heb snoep. Want ik moet natuurlijk wel in leven blijven, hè, al die tijd. Dus dan moet ik eten tussendoor. Dan weten jullie dat vast. Nou, als je nog niet klaar bent met het haken van lossen, dan stop je nu met het haken van lossen, want dan gaan we verder. In de derde losse vanaf de naald. De lus op de naald is geen steken, dat is een lus. En dan heb je die veetjes, dat zijn die steken. Zo, als je zo kijkt, dan zijn het veetjes. 1, 2, 3. In het derde veetje ga je een halve vaste haken. Je mag zelf weten in welke lus je het gaat doen. Als je het maar consequent de rest van de lossen in dezelfde lus blijft doen. Dus ik ga in de 1, 2, derde lus een halve vaste haken. Oh, sorry. Dus ik krijg hier zo'n picootje. En vervolgens ga ik weer in de derde losse, dus 1, 2, 3, ga ik een stokje haken.
en 3 lossen. Dus in de derde losse een halve vaste en vervolgens in de volgende derde losse een stokje en 3 lossen. Dat stokje en die 3 lossen en de handeling die we hierna gaan verrichten, dat blijven we consequent de hele tijd doen. In alle lossen gaan we haken een stokje, een stokje, 3 lossen en dan die 3 lossen, dat is een picootje. Dus we haken, oh, ik sla 1 heel belangrijk dingetje over. Je haakt in de derde losse vanaf de naald een halve vaste. En dan vervolgens ga je in diezelfde steek waarin je dat stokje hebt gehaakt, exact hetzelfde doen. Dus we gaan haken. Voor de tweede keer in dezelfde steek 1 stokje met 3 lossen. En vervolgens een halve vaste terug in de derde losse. Kijk, en dan krijg je van die dingen met zo'n puntje erop. We gaan nu 5 van die stokjes, 3 lossen die je in een picootje maakt, haken in 1 steek. En dan vroeg Rita hoeveel steken opzetten. Doe maar wat. Tussen de 25 en de 30 ongeveer. Je mag ook meer, maar dan ben je langer bezig. Dus ik ga nu voor de derde keer van de 5 die ik in deze steek moet doen, haken. 1 stokje, 3 lossen. En ik haak een halve vaste in de derde losse. En dat doe ik nog 2 keer. 1 stokje, 3 lossen. En een halve vaste in de derde losse vanaf de naald. Eén, twee, drie, vier, vijf. En het begin dingetje. Zo moet ik eens een beetje inzoomen. Nou, dit, die vijf. Je gaat dus in iedere losse 5 keer een stokje, 3 lossen en een halve vasthaken. Dus helemaal. En dan wordt het een frummeltje of een spiraal gevormde dennenappel. Als het een frummeltje wordt, is er ook niks aan de hand. Want dan moeten we hem even handmatig spiraal vormen tot een dennenappel. En als hij al spiraalvormige dennenappel is, dan is hij het. Dan zijn we nog niet klaar, want we moeten hem natuurlijk nog afwerken. En dat is natuurlijk ook nog een uitleg waard. Dus, zijn er vragen? Oh. Ja, ik spring heen en weer tussen hele snelle projectjes en megaprojecten, marathonprojecten. Ben je nou niet zo'n snelle Jelle, wat natuurlijk ook kan, dan doe je er lekker 4 in 1 steek en verder precies hetzelfde. Dan wordt hij wat smaller, want ook je hebt verschillende soorten dennenappels, spaarappels. Hè? Je hebt langwerpige, je hebt brede, je hebt allemaal verschillende. Dus, en als je de 4 doet, dan wordt hij wat smaller. Dus ga maar gewoon, als je maar consequent dan hetzelfde aantal in iedere steek doet. Dat is even eigenlijk het belangrijkste. Iedereen zit weer verwoed te haken. Hartstikke stil op woensdagmiddag. In ons cafeetje. Hier zou nu noodweer los moeten barsten, maar de zon breekt door. Dus dat is op zich wel weer grappig.
Hallo Jetty, goedemiddag. Ja, het is een wisselvallige zomer. Rita had geen waarschuwing gekregen. Als je naar het hieronder kijkt naar ja, het woord abonneren of geabonneerd, als het goed is. Als er abonneren staat, moet je het aanklikken. Als je geabonneerd staat, dan staat er rechts van het woord staat een bel. Een belletje, zo'n belletje. En als je dat aanklikt, dan kan je aangeven wanneer je een waarschuwing wil krijgen. Toch, jongens? Ah, Marco zorgt voor een volgend rondje. Ja, ik hoor dat ik goede informatie heb verstrekt. Ja. Dus dat belletje moet je even zoeken naast het woordje of abonneren of geabonneerd. Als er abonneren staat, dan is het grijs en moet je eraf blijven. Als er abonneren staat, dan is het rood en moet je het aantikken. Als een hoop mensen vragen zich altijd af waar al die knopjes zitten verborgen. Als je nou gewoon op dit beeldscherm tik. Dus tik maar gewoon zo ergens hier. Volg mijn vinger en tik het aan. Dan zie je allemaal dingen in beeld verschijnen. Rechtsboven, links, onder, onderop. Pauzeknop, playknop. Dat kan je dus tijdens de video allemaal bedienen. En onder de witte puntjes hier rechtsboven die dan verschijnen. Daar kan je bijvoorbeeld de snelheid mee aanpassen. Niet van een live sessie, maar wel als je hem terugkijkt. Kan je bijvoorbeeld ook makkelijker doorspoelen. Nu kan je alleen terugspoelen. In live kan je natuurlijk niet alles meedoen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb wel een iPad gehad. Het ligt er ook aan of je hem rechtop en staand houdt. Dat maakt ook nog uit. Maar uiteindelijk zijn alle knopjes wel een soort van aanwezig. Ik ben namelijk wel een fervent YouTube-gebruikster. Ik ben dol op kattenfilmpjes, natuurlijk. Nou, dit kan je prima met restjes doen. En gewoon voor de tv hoef je niet heel erg meer na te denken. Want precies, uiteindelijk komen we er wel. Daarom, we doen het samen, hè? Oh, verkeerd. Hoe gaat het met het projectje met de dames en heren? Handwerksterren. Wat had ik nou? Welke nou weer voor een mooi woord? Mooie dingen maaksterren. Mooie dingen maaksterren. Ja, maar al die aantikdingen, daar moet je ook een band mee opbouwen, hoor. Jullie moeten elkaar ook leren aanvoelen. Net als de breimolens, je moet elkaar leren aanvoelen. En soms dan zijn ze heel gevoelig. Zo heb ik dus ook een breimolen, die heb ik nu dus uit elkaar gesloopt, omdat die gevoelig was. Nu is hij voor de reserveonderdelen. Jetty, als je terugspoelt naar 12 minuten, dan kan je gewoon aanhaken. Want het is namelijk na het begin een herhaling van constant. Dus je kan best even terugspoelen naar 12 minuten. En daarna dan kom je weer terug naar live. Even kijken hoor. Waren er nog vragen?
Kijk, Gerrie zegt, mandje nog 10 steken, dan is het klaar. En de onderzet is ook klaar. En de kerstboom, dat ging even niet. Komt ook goed. Nou, het hoeft ook niet. Het is geen wedstrijd, hè? Ik zit dus duidelijk te lezen, maar volgens mij is alles beantwoord. Jetty wil een breimolen aanschaffen. Weet je ook wat je ermee wil maken? Want in het verleden kochten mensen hem heel enthousiast. En na 30 mutsen, die dachten dat het een mutsenmachine was. Maar dat is het natuurlijk niet. Het kan, maar... Dus bezint eer je begint. Ben je bereid om meer te doen dan alleen te draaien? Wat overigens niet ingewikkeld is, maar... want dan is het echt fantastisch. Zeker voor de snelle basisdingen. Jetty, en je weet dat je er alleen dat je er niet mee kan minderen midden in het project en zo, hè? Dat lastig is. Dat je niet midden in een tour kan minderen. Alleen aan het begin of aan het uiteinde. En dat ook niet heel makkelijk is. Maar dat er een heleboel dingen wel mee te maken zijn met gewoon de rechte stuk. 1, 2, 3, 4, 5. Is Lily binnen? Hoi Lily. Goedemiddag. Let goed op dat je niet je draad verdraait, want dan wordt het iets anders. Oh ja. Oh, Jetty. Ja, doe maar eerst een workshop van mij. Ja, inderdaad. Klopt. Zie je? Problemen, hè? Namen. Scherpenzeel. Ja, precies. Ik weet het wel, maar ik kan geen namen onthouden. Ja, voor de rest. Jetty gaat op vakantie bij mij om de hoek. En dan ga ik een middagje een workshopje met de breimolen geven. Ik weet niet of Jetty nog vriendinnen daar heeft. Ik weet niet precies of het een vaste vakantiestek is. Maar ik vind het dan wel leuk als er misschien nog iemand anders meedoet of zo. Als ik ergens naartoe ga, dan moeten jullie mensen uitnodigen. Ik ga niet één op één. Dat vind ik heel erg leuk. Maar dat is wel heel intensief, zeg maar. Het zijn zoveel mensen die het leuk vinden. Even terug naar Anita. Ik ben dol op taart. Wat voor taart ben je aan het bakken? Had je dat gezegd? Wat voor taart? Heb ik dat weer over het hoofd gezien? Ik haak hier nog 20 minuten aan. En... dan ga ik de afwerking laten zien. En dan nemen we even een kleine paspauze. En dan gaan we om 4 uur met de tweede workshop beginnen. Is dat een afspraak? Ja, dat vind ik wel. Dat is een afspraak. Ik eet vanavond puntpaprika gevuld met gehakt en groenten. Lekker. Geen kaas, want ik lust geen kaas. Want ik had gisteren bij de Lidl... Het gebeurt zelden dat ik dat tegenkom, maar... Ik vond... vlees voor de 50 cent prijs. En dat is runder gehakt. Kijk, het is gewoon gehakt, hè. Ik bedoel, je kan het gewoon van het stokje afritsen en rullen. En het is best een goede prijs voor een kwart kilo. Dus dat gaat in de gevulde puntpaprika's met andere groentjes die ik kreeg van de Lidl. Lekker hoor. Eten voor een habbekrats. Ach, wat is het leven toch zwaar. In ieder geval hier bij huizen, Sprookjeshuis Miranda. Oom Marion die heeft patat. Ja, ik hou de frituurpan nog eventjes schoon. Oh.
Lekker hoor. Marco eet boerenkool met draadjesvlees. De boerenkool mag je houden, maar draadjesvlees vind ik altijd wel erg lekker. 5. En de volgende, denk ik. Of is dit de eerste? 1, 2, 3, 4, 5. En door. En ik zie iemand heeft afgeprijsd rundvlees. Die heeft lekker haché gemaakt. Het is ook echt haché weer, hè? Het is van de gekke weer. Trouwens, ik ben altijd in voor winterkost. Ik ben dol op winterkost. Maakt niet uit hoor, zomers ook. Echt. Een ontzettend vreedzakje eigenlijk. Die eetdate van me, die zit ook af en toe te kijken. We laatsten het. Nou ja, dat zie je best waar ik het laat. Oh, als ik het lekker vind, dan hou ik nooit op. Lukt het bij jullie? Begint het al een beetje dennenappelerig te worden? Ik kan het natuurlijk ook in het groen maken, ondersteboven zetten. En dan is het een kerstboompje. Hè? Gaan we weer. Oh, zuurkool hou ik ook niet. Nou, dan eet ik nog liever boerenkool. Ik hou alleen van rauwe andijviestampot. Ik ben niet echt een koolliefhebber. Rode kool kan wel, met draadjesvlees. En appelmoes. Oh, mijn appels zijn trouwens ineens... De oogst is mislukt. Nu al. Als ik straks anderhalve appel overhoud, dan is het veel. Ze zijn ineens allemaal rot. Te veel regen is dan ook weer te veel. Ja, zuurkool opgebakken met echt een lekker krokant korstje. Dat met ananas. Dat vind ik dan weer wel lekker. Maar ja, de stap ervoor, dat vind ik dan weer... Oh, het is echt weer om... het is echt stormweer. Om lekker winters te eten. 3. Nee, ik ben geen stamppotliefhebber. Eén, twee, drie, vier. Ja, nou ja, het is sowieso al bijzonder dat ik... Het gaat helemaal niet elk jaar goed hoor. Sterker nog, de eerste 10 jaar had ik geen appels. Zeg maar op het jaar dat ik dacht van nou ga ik ze omzagen, omdingen. Toen ineens kwam er een fantastische oogst. En nou is het meestal 2 jaar op. Jaartje af, jaartje slecht, jaartje op. Weet je, het is... Maar dit jaar is het, nee, is helemaal voorbij. Ineens is het voorbij. Het was heel jammer, want er hangen er best wel veel in. Maar ze zijn allemaal smurrie. Dan heb ik straks weer allemaal dronken wespen en zo. Dat gaat gisten. En dan komt de alcohol in. En dat vinden die beesten allemaal weer heel erg lekker. Maar dan worden ze wel dronken. Kijk, er zijn meer mensen met appelbomen. Nou kijk, ik heb sowieso appelbomen in het bos. Dus dat is al geen succesnummer. Want die horen daar natuurlijk helemaal niet. Ik heb ze ook niet zelf neergezet hoor. Dat laat ik dat even voorop stellen. Maar het is wel leuk. Appeltjes van eigen boom. Kijk, Gerry die gaat als een trein. Oh, even. Ik heb mijn onesie aan. Maar dat hadden jullie natuurlijk al gezien voor de oplettende kijkers. Maar ik moet eventjes de mouwen uitdoen. Oh, bladluis. Oh, geen idee. Ik heb natuurlijk ontzettend veel vogels. En die zitten altijd onder die blaadjes van alles weg te pikken. Ja, nou, ik zou je zeggen, ik heb al geen jaren hier in augustus de wespen. Kijk, zie je? Jullie zien hoe laat het is, hè? Ik heb al in geen jaren hier wespen gehad. Ja, appelmoes, appeltaart, appel, dat soort dingen. Niet om te eten. Nee, ik ga niet. Nee. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld, even een sneak peek voor morgen. Ik probeer... Daar is die. Morgen, marathon. Morgen ga ik een haakmarathon doen. Jullie hoeven echt niet mee te doen. Je mag wel af en toe even inschakelen om me te supporten en wat tegen me te zeggen.
Maar het, ik ga wel degelijk een workshop helemaal haken. En ik schat dat ik daar zo'n 5 à 6 uur mee bezig ben. Het is super simpel. Het is alleen heel erg veel werk. Want hier, in dit deel, zitten al meer dan 1000 stokjes. Dus het is gewoon heel veel werk. Maar verder zijn het alleen maar lossen en stokjes. Het is niks bijzonders. Oh ja, en vaste. Dus morgen is dit de uitsmijter voor de december, of kerst in juli maand. Ik geef een workshop die gewoon langer duurt dan 2 uur. En omdat ik de workshop altijd aan 1 stuk geef, zodat we niet wat missen, zeg maar. Dat je niet de aflevering van gisteren hebt gemist. Moet ik hem afmaken, maar dit is zo leuk. Dit is een antiek patroon. En het haakt gewoon echt verstand op nul weg. Het is hartstikke leuk. Alleen het patroon, ja, dit soort patronen, je komt ze amper meer tegen. Want mensen denken dat het heel moeilijk is. Is het niet? Precies, het is de input, hè? De input gives output. Hoe meer tijd je erin investeert, hoe mooier de output, de uitwerking wordt. Dus stokjes vasten en lossen en dan een paar uurtjes. Nou ja, Jetty, dan heb je echt heel erg veel geluk. Ik weet niet of je op een camping staat of zo. Misschien is er een creatieve buurvrouw of zo die misschien mee wil doen. Gewoon voor de gezelligheid, hè? Dat je ook als ik weg ben weer gezelligheid op de camping hebt. Ik weet niet waar je zit op Scherpenzeel. Maakt niet uit. Gaan we het privé over hebben. Maar voor morgen dus is dit het idee. Dus ik moet vanavond en op tijd naar bed. En ik heb nog een projectje. En ik wil het bezoek van aan zien van Charlie in de vakantieuitzending. En druk. Maar morgen dit dus. Dus ik ga op tijd rusten, zodat ik morgen heel erg veel stokjes kan haken. Zeker kan je dit met verloopgaren maken. Ja hoor, dan hoef je niet kleur te wisselen. Alleen ik heb vooral kleurwissel. Ik zou, in de boekjes staat hij in 1 kleur. Hè? Ik heb vooral kleur gewisseld, omdat ja, dan kan je goed zien wat ik doe. Ik moest zelf ook zien wat ik deed. En je kan hem in de boekjes, staat hij gewoon in 1 kleur. Gewoon om 10 uur morgenochtend begin ik. Ik maak live een lunch voor mezelf klaar. En ik zal er snoep en koek bij hebben, want anders dan trek ik het natuurlijk niet. Dus ik zal wat snavelen tussendoor. En af en toe in de keuken water moeten aanvullen. Maar om 10 uur begin ik en ik zie wel totdat hij klaar is. En ik schat dat ik daar zo 5 à 6 uur mee bezig ben, dus ik heb nog geen 2 bollen royale gebruikt. Ik moet nog 1 tour. Ik heb nog geen 2 bollen royale gebruikt. Ik heb geen idee over meters. Dat doe ik nooit aan. Ja, er zit een hoop gaten in. Er zit een hele hoop gaten in. Gaten nemen geen garen. Ja, dankjewel Lily. Ja. En dus dat. En ik moet natuurlijk snoepjes voor de katten klaarzetten. Niet vergeten. En, ja. Dus dat is voor morgen. Ga ik nu even verder met de... En, wat ik dus... Als je een mandala-maakster bent... Dan, dit kan je dus ook in een ring spannen. Eerst maken, dan ring zoeken. Maar dit kan je dus ook in een ring spannen, hè? Tada! Dan heb je een 3-dimensionale mandala. Want de andere kant is... We gaan weer draaien. Net zoals met die plantenhanger die we eerder hebben gemaakt en zo. Het lijkt allemaal zo verdacht veel op elkaar, hè? Marco doet 6 uur lang de koffie en thee. Dat mogen jullie allemaal zelf roosteren morgen, hoor. Maar ik zou het wel leuk vinden als jullie ergens gewoon op de dag in kunnen checken. Als jullie denken van, leeft ze nog? Is ze nog steeds online? Kom gewoon even kijken. Gewoon om mij te supporten. Oh, Gerry gaat vanavond op zolder winkelen. Ja, leuk is dat, hè? Doe ik ook af en toe. Je kan het ook met dun garen maken natuurlijk. Maar ja, ik haak het liefst met mijn magische staf. En oh leuk, Gerry. Nog 10 minuutjes en dan ga ik deze afronden. Het is echt niet moeilijk. Ik snap ook niet dat het patroon zo moeilijk was uitgeschreven, want het is echt niet moeilijk. Want er staat, dan moeten we bijvoorbeeld...
Oh nee, dat moet ik morgen vertellen, niet vandaag. Nou, morgen krijgen voor de mensen die morgen echt niks te doen hebben, dat gaan jullie niet redden, 6 uur, Miranda. Dat redt niemand. Ik hoop eerlijk gezegd ook dat ik na 5 uur klaar ben. 1, 2, 3, 4. Want 6 uur is best wel lang. Dat is 4 uur 's middags. Dan is kuppen soeptijd. En jullie moeten meedoen natuurlijk. Hè? Dat is 1, 2, 3, 4, 5. Jullie moeten me af en toe even wakker komen houden. En, Marco die zorgt voor de versnaperingen morgen. Ik zat dat vanavond nog eens even promoten op verschillende Facebookgroepen. Kijken of dat er meer mensen mij door de marathon willen komen helpen. Nou, leuk Gerry. Morgen zeker makkelijk eten. Daarom maak ik vandaag... ik maak vandaag dus die paprika's. Die gevulde paprika's uit de oven. En dan, ik heb er nog een stuk of 6. Dus die vul ik allemaal. En dan heb ik voor vandaag en morgen lekker eten. Dat is lekker makkelijk. Oh, Lenny, die is er nu al klaar voor. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5... Johanna. Johanna, hoi. Ik heb geen berichtje gestuurd naar jou. Je kreeg een melding op je mobiel, want je bent een nieuwe Facebookster. En ik heb gereageerd op jouw berichtje. En daar krijg je dan een melding van. Alleen maar specifiek omdat ik op een berichtje van jou heb gereageerd. En ik heb gereageerd dat... dat hartstikke leuk is dat je meedoet en dat je gaandeweg wel erachter komt hoe het werkt. En dat Facebook niet ontploft en dat het allemaal goed komt. En dat je veel plezier bij ons mag hebben. Dus, en daar kreeg je een melding van hey, Miranda heeft gereageerd op jouw bericht. Het is even een beetje wennen, maar het is eigenlijk niet te moeilijk overdenken. Dus eigenlijk heel eenvoudig. En als je moeilijk gaat denken, dan wordt het snel al moeilijker dan nodig. Dus dat was het. Niks ernstigs, niks persoonlijk. Je hebt ook niks gewonnen, helaas. Dat doen we nog maar een paar maanden. En dan houdt dat op, want dan ben ik redelijk opgeruimd met mijn cadeautjeshoek. Dan heb ik weer ruimte voor andere projecten die ik daarin kan proppen. Doet ze het wel of doet ze het niet, ja. En... ja, ik ben mijn draadje kwijt. Het is weer zover. 1, 2, 3, 4. Leuk. Dus ik ga morgen een haakmarathon aan met mezelf. Haken tot het af is. Zit ik iets? Lees ik weer iets niet? Ja, ik probeer het. Oh jee, lees ik iets niet? Ik moet even teruglezen. Ik moet even een heel stuk teruglezen. Even kijken, Henny die durft de zoldertrap niet op, dus die moet in de kamer shoppen. Tuurlijk kunnen jullie zonder mij. Ja, denk maar even na, Gerry. Dat is... je weet het niet. Nou, ik ga straks boodschappen doen voor morgen. Bliksoep. Nee hoor, Johanna. Niks aan de hand. Leuk dat je erbij bent. En gewoon... je hoeft helemaal geen sorry te zeggen. Gewoon schrijven en op het pijltje drukken. Dan vanzelf ga je merken hoe het werkt. Kunnen we al beginnen maken? Nee. Sorry, Gerry.
Nee, sorry Jetty. Nee, we kunnen niet al een begin maken. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, dat, je mag wel. Je mag een magische ring maken. Dat is Gerry. Gerry, goeie co. Oh. Acht uur morgenavond afsluiten. Ja, nou ja, het kan ook. Ik heb een verlengsnoer, dus op zich kan alles. En er komt toch niemand langs, dus... Wat zetten jullie allemaal te slijmen? Om het begin van de... Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Want morgen moet ik gewoon met het begin beginnen. Want er zijn ook mensen die er vandaag niet zijn, hè. Dat is niet eerlijk. En trouwens, helemaal niet. Ik heb nog nooit een school meegemaakt waar de kinderen zitten te vragen om de volgende les. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Echt niet. Nou, ik ben blij dat jullie zo enthousiast zijn. 1, 2, 3, 4, 5. Om een heel ouderwets patroon. Is dat tijd? Nee, nog 4 minuten. Nou, ga ik nog even door. 1. Ja, we zijn vooruitstrepen. Ja, nee, dat snap ik. 1, 2, 3. We gaan zo nog een dennenappel haken. Ja, maak een magische ring. Heb ik toch al gezegd? Nou, dat is het begin. En daarna... Ja, dat is dan wel weer grappig, grapjassen. Dan moeten jullie straks maar even terugkijken. Want na die magische ring komt het moeilijkste van het hele project. Dat kan ik niet vooruit... Al zou ik het willen... Juist dat begin, dat is het moeilijkste van... Nou ja, altijd zeg ik, het begin is moeilijk. Maar dat is juist... Dan moeten we stokjes en zo samenhaken. Dat is het begin. En dat hoeven we de rest van de hele project niet meer. Dus ik kan dat niet even alvast... Hoor ik daar de fooiepot rinkelen? Nee. Slechte grap. 1, 2, 3, 4 en door. Slechte mens. Nee hoor. Het komt morgen allemaal goed. Maar het begin is gewoon net eventjes goed opletten. En dat is niet om even snel te zeggen, los van de magische ring. Maar wat er in die magische ring komt, daar lopen we dan al gelijk op vast. Dus leg hem vast klaar. Ja, slecht. Sorry, ik zal het nooit meer zeggen. Dat was niet de bedoeling. De fooiepot is voor de katten. Hoe kan dat dan, Letta? Zo, Bob die zit te spugen buiten. Gadverdamme. Ja, als het een ijspegel is, gewoon opdraaien die handel. Je moet het net zoals met een gewone opdraaien. En dan... Moet ik nou echt de tuin in om een sparappel te gaan pakken die veel langer is? Kijk, hoe langer je doorgaat, hoe langer die in verhouding wordt natuurlijk. En op een gegeven moment kan je gewoon stoppen. En dat mag ik over een minuut, dus ik leg hem vast... Oh nee, ik moest nog even mijn laatste afmaken natuurlijk. Heb je hem van wit gemaakt? Ik weet niet wat je hebt gedaan, Aletta. Nou, ik maak even... jullie maken me helemaal in de war. Foei toch. 1, 2, 3. En dan... En dan wilde ik zeggen dat... Bij het laatste groepje... Dan haak je het picootje niet meer. Dus dan stop je... Na het vijfde stokje. Namen, ja, ook dat is een probleem. Oh ja, wachttijd. Heel goed. Dankjewel, Marion. Maar ik ga het toch niet doen, hoor. Sorry. Dan voel ik me helemaal schuldig.
Oh, wat erg dit. Morgen krijg je hem. Oh, nee. Oh, ik hou op met die voor je pot. Dat gaat niet goed. Dat is gênant. Oh. Ja, een appel. Ja, precies. Nou, appeltaart dan. Oh. Nou, oké. Okay. Ja. Als hij nou helemaal rommeltje is, dan moet je hem gewoon even opdraaien totdat hij er een beetje uitziet als een dennenappel. Dus dan zoek je het puntje op en dan ga je gewoon draaien. Dat hebben we vaker gedaan met die spiralen, hè. Sorry, Marion. Ja, ja, ik begon. Ja. Oh, ja, sorry. Oh, wat erg. Nou, en als je dan denkt van, nou, dat lijkt wel een beetje op een dennenappel. Kijk, dat is een dennenappel. Mag wel iets breder uit. Ik had gezegd, doe niet dat laatste bobbeltje haken. Hè? Dus dan eindig je gewoon met een stokje. Here comes the rain. En dan haak je... Nou ja, als je vindt, als je content bent, haak je gewoon even met een halve vaste om zo'n stokje heen uit de vorige ronde. En een losse. En dan knip je hem af. En dan is het in principe alleen nog een kwestie van de draadjes wegwerken. Wil je ze nou ophangen, dan had je deze langer kunnen maken. Dan had je dat zo even vast kunnen zetten. En lekker op tijd weer, Miranda. Ja. En deze moet je gewoon even wegprikken naar het midden. En dan kan je ze ook nog ophangen. Je kan ze ook neerzetten tussen de echte. Ja, Letta, die ging smokkelen. Ja, je hebt gewoon een heel nieuw patroon ontwikkeld. Dat is het. Daarom is het een ijspegel geworden. Ah, nu begrijp ik hem. Een beetje duidelijk zijn, hè, tegen die juf. Die heeft maar een beetje heel veel gedaan, hè. Weet jullie wel, dat is best wel werken geweest, hoor, deze maand. Het zijn wel leuke kleine projectjes, maar het was toch een uitdaging. Dus, met morgen dan de marathon. Dus, dit was dennenappel 1. We gaan even pauzeren. Is het bij iedereen een beetje gelukt? En zo niet... Vast toch wel. Ga ik even een langwerpige dennenappel pakken om te laten zien wat er gebeurt als je veel meer lossen opzet. Ik pak er even een. Is alles goed? Is de regen weer opgehouden? Kijk, het is heel anders. Even kijken, hebben jullie zitten een beetje te chatten? Oh, ja. Ijspegel. Oh, ik ben streng. Ja. Soms wel. Appeltaart. Oh, Aletta. Nee, Aletta, je hebt een nieuw patroon ontwikkeld. Oké. Okay. Snoepjes voor de katjes. Ja, nou, dat kan dus. Hij kan, het maakt dus allemaal niet uit wat je doet. Het komt allemaal goed. Deel 2. Ik weet niet, bij mij over 5,5 minuut gaat deel 2 beginnen. Claudia, hoi Claudia. En dan gaan we een andere dennenappel haken. Oh jee, Aletta, dat is vervelend. Ja, buiten hangen. Heel lang. Uit de... Weet jullie trouwens wat pijnboompitten zijn? Dat weten jullie wel. Heb ik ook. Wacht. Waar is mijn bakje met de pijnboompitjes hier?
Krijg ik ook in mijn Lidl Good To Go pakket af en toe. Oh, hij zit nog dicht dus. Pijnboompitjes, dat zijn van die kleine nootjes die dan hierin zitten. En weten jullie waar die uitkomen? Waar die uitkomen? Pijnbomen. En weten jullie wat pijnbomen zijn? Dat zijn dus naaldbomen waaraan dus enorme dennenappels groeien. En in die dennenappels zitten dus die pitten. Wij kennen de dennenappels. Deze zal wel weer leeg zijn. Maar daar zitten de zaadjes tussen. En dat zijn dus... En daar is zo'n vliesje omheen. Maar de pijnboomdennenappels, die hier dus ook niet groeien, die zijn echt zo groot. Dat is echt... En daar komen dus die pijnboompitjes uit. Maar je hebt verschillende pijnboompitten. Je hebt Chinese. Daarvan kan je een metaalachtige smaak in je mond krijgen voor weken. Dat is niet leuk. En je hebt, volgens mij, Italiaanse. Pijnbomen uit Italië, ja, dat is hem volgens mij. Die zijn ook anders. Die zijn langer en iets groter. Je kan ze allebei eten hoor. Alleen bij die Chinese kan je dus wel eens tegenkomen dat je daar gevoelig op reageert. Maar ik ben er dol op. Dus wat dat betreft, het is mij nog nooit overkomen. Ik heb ooit één keer iemand meegemaakt die dat heeft meegemaakt. Het was notabene een kok. Dat was best wel zuur. Maar ja. Nou, we gaan over een 3,5 minuut gaan we verder met de volgende. Dus ik ga even vast voorbereiden. Een haaknaald. En welke zal ik nemen? Doe maar deze. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Oh, nou, dat wordt er eentje, hoor. Ik begin gewoon met deze en dan ga ik daarna wel over op deze als die eventueel op blijkt. Ja, vind ik op zich ook wel een optie. Nee, dan hou ik deze liever voor huidskleur. Ja, carpaccio met pijnboompitjes. Gewoon niet moeilijk doen. Keuzestress, hè? Is bij Anita iets niet goed gegaan? Ja, daarom zijn ze zo duur. Ik doe nog even mijn theetje bij schenken. Nieuw zakje. Oh, sorry. Die driepoot, hè, die staat wel eens in de weg. Ik sta altijd op dezelfde manier, maar toch. Hey Bobby. Wil je snoepjes? Wil Bobby snoepjes? Komt hij nou pas? Een beetje laat, hè? Wil je snoepjes? Wil je even op tafel komen? Nou, krijgen we even snoepjes tijd. Komen ze ineens allemaal snoepjes halen? Ik wil die snoepjes. Moet je even omhoog, hè? Ja. Oh! Tadam. Ik weet waarom hij zo chagrijnig is. Hij haat regen. En daar wordt hij ook... Hij heeft altijd wel last en hij heeft wel snel een humeurtje. Maar nou is hij weer blij. En hij is wel heel gezellig. Hij ligt het liefst op bed als er iemand in ligt. Dus dat is dan wel weer, vind je heel fijn. Bob, even in de camera, dat ze ook zien dat je niet op mijn vingers moet bijten. Nou weer, wat is dit nou weer? Oh ja, zo'n centimeter. Ja, ik heb er een heleboel ondertussen. Zo, nou Bob, en dan deze nog en dan is het op. Want dan staan er nog een paar in de rij en dan moeten we echt aan het werk. Ik was in de kringloopwinkels natuurlijk ook naar de handwerkafdelingen geweest. En ik heb mijn mandje volgeladen, maar ik heb ook alles weer teruggelegd nadat ik heb bedacht dat ik het allemaal al had in het meervoud. Zo'n jaren 60 punnikmolentje, weet je wel, voor 50 cent. Toch maar weer teruggelegd, gevraagd aan mijn vriendin. Wil jij hem? Nee, zegt ze, jij hebt er toch al 10. Er zit wat in. Even kijken, wie heb ik allemaal al gehad vandaag? Pim? Samsom, kom.
Samsom snoepjes. En daar hebben we de volgende. Oh, 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 de blinde. En daar hebben we, ja. Fritsje, Fritsje, Fritsje. Frits staat ernaast, maar moet even kijken. Die staat even te kijken hoe die hier omheen kan. Want Samsom is nogal beeldvullend, zeg maar. Samsom, kom maar hier. Samsom. Fritsje, 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 Fritsje. Nee, dat is Samsom. Ga eens even aan de kant, Dikkie. Nou. Fritsje, 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 Fritsje. Daar, ja, nee, Samsom, Samsom, Samsom. Die Frits die heeft zo klappen gehad van de week. Ik weet niet van wie, maar nou is hij weer heel bescheiden met afstand houden en zo. Hier, Frits, Fritsje. Fritsje, ja. Nou, dat was een Frits, die houdt het bescheiden vandaag. Ah. Ja, jij bent vraatzuchtig. Hoi Sarina. Sarina. Nou, Samsom. Sarina. Omdat je er even bent, ga ik vast even laten zien en vertellen. Morgen ga ik een marathon doen totdat dit af is. Dus morgen hebben we de laatste workshop, wordt een uitsmijter. En die maak ik, geef ik totdat die af is. Ik schat 5 à 6 uur. Dus dan weet je dat. Morgenochtend om 10 uur begin ik. Heb je tussendoor ergens over de dag een momentje niks te doen? Check even in en zeg even wat tegen me. Nou jongens, dat was het. Ik ga verder. Deel 2 van de workshops van vandaag gaat nu beginnen. We gaan vaste in een ring haken. 6. Nee, in 2 uur lukt niet. Oh Marion, daar heb je een goede afleiding. We gaan 6 vasten in een ring haken. Nou, jullie hebben al geleerd ondertussen bij mij dat het niet uitmaakt hoe je dat doet. Of je nou 2, 3 losse haakt en zo. Als je maar uiteindelijk 6 vasten in een rondje hebt. Ja, ik denk het is leuk al die kleine dingetjes. Maar zullen we ook iets groots doen? En dan kon ik eindelijk iets uit het antieke patronenarchief gebruiken. Want het zijn wel allemaal een beetje ja, projecten die langer dan 2 uur duren. Precies, Marion. Lekker, goede afleiding. En als je dan die 6 steken hebt gehaakt, dan ga je zonder te sluiten door. En dan meerde je in iedere steek een vaste. Dus dan ga je van 6 naar 12 vasten. 2, 3, 4, 5, 6. Je mag een markeerdraadje, je mag een iets gebruiken, zodat je weet waar je begin en je eind is. Ha, misschien kijken er vanaf morgen ook tandartsen mee. Gerry, magische ring, 6 groepjes van 3. Nee. Wat? Waar heb je het over? Oh, Gerry, over morgen. Gerry, hou op. Echt waar, anders moet je in de hoek hoor. Is toch verwarrend? Ja, zoiets. Maar het is net iets anders. Moet ik even kijken wat er had ik opgeschreven. Staat in mijn boekje hier. Nee, het is lijf. Dat is niet een lijf. Dat is een ander poppetje. Ook een lijf, een ander poppetje. Ja, ik heb een boekje. Er staat nooit, ik schrijf er nooit bij wat het is. 12, 13, van nee. Ah. Nou, ik zie al gelijk dat ik weer in mijn eigen opschrijfsel wat ben vergeten. Ja, zoiets wordt het wel. Nou, dan ga ik het er niet meer over hebben. 1, 2, 3, 4. Ik ben ook mijn tel kwijt. Angelique. Wat is een kitty pillow? Een kussen van Hello Kitty? Zeker mag jij je eigen project doen. Je bent van harte welkom met wat je eet, wat je drinkt, wat je doet. Het is voor de gezelligheid, hè? Je hoeft niet mee te doen. Ik probeer alleen maar de mensen die niks te doen hebben een beetje te vermaken.
6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marion, morgenochtend 10 uur ben je de eerste. Ik moet even zoeken wat. Ik heb nou doorgeslagen, ben ik mijn eigen patroon weer kwijt. Waar ben ik gebleven? Hier. Oh ja. Ik wacht eventjes totdat iedereen 12 vasten heeft en je sluit niet. Wat is er leuk? Oh, de kitty, de kittykus. Ja, alles met katten is leuk, toch? Oh, ik zag in de kringloopwinkel ook een piepklein doosje. En er zat iets, weer een heel klein doosje in met een Hello Kitty erop. Maar ja, moet je ermee. Ja, eerst standaard dan maar. Hoe laat ben je aan de beurt, Marion? Laat je goed verdoven, hè? Oh, leuk. Leuk, Angelique. Oké. Okay. Bij de volgende stappen gaan we in de achterste lussen haken. Tot nader orde doen we alles in de achterste lussen. Dus we gaan alles steken die ik vertel in de achterste lussen haken. Ik zal eventjes... Oh, Marion. Nou, ik zou me gewoon aanzetten bij de tandarts. Nou, ik ga de volgende stap vertellen. We hebben nu 12 steken en we gaan iedere derde meerdere. Dus we gaan van 12 naar 16 steken. We haken vasten nog steeds, maar we gaan in de achterste lussen haken. Dus in plaats van onder het hele veetje door, gaan we nu midden in het veetje insteken. En dat is dan de achterste lus en daarin gaan we haken. In de eerste 1, in de tweede 1. En in de derde haken we 2 vasten. En dat doen we het hele rondje. Dus in totaal 4 keer. Ik heb er al 1 keer gedaan. Dus nu ga ik weer 1. 2. 3. En nog 1 in 3. Dan ben ik alweer op de helft. Dus zo ga je het hele rondje doen. En dan heb je 16 steken als je klaar bent. Maar in de achterste lussen. Nee, doe dat maar niet, Marion. Oh, ik doe wel een zakje in mijn thee, maar geen water. Dat schiet ook niet op. Had ik een zakje in mijn thee gedaan? Überhaupt? Ik weet het niet. Ja, had ik gedaan. Nou, ik mag echt wel heel goed slapen vannacht. Ik heb vannacht helemaal niet geslapen, zo ongeveer. Ik had natuurlijk en ADHD-aanval en ik heb me helemaal suf gezweet vannacht. Droge thee, ja, dat is niet goed. Nou, 16. Nee, dat gebeurt af en toe. Dan is mijn bed en weer een zwembad. Dus dat ligt allemaal te drogen, maar dat schiet ook niet zo op met dit weer. Maar het komt allemaal wel weer goed. Ik heb meer dekbedden hoor, dus het komt allemaal goed. Is er iemand nog niet klaar? Ja, precies. Goed aanvullen die handel, Marion. Maar nou is hij nog een beetje heet. Is er iemand nog niet klaar met zijn huidige 16 steken? Ja,
Koelkussen, ja, maar ik heb een probleem. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik heb een klein nekherniaatje, denk ik, te pakken. Ik heb al een paar weken last van mijn nek. En ik geloof niet dat kou daar dan aan bijdraagt. Maar daar gaan we het verder allemaal niet over hebben. Ik krijg geen reacties dat iemand nog niet klaar is. Dus dan, ja, precies, op zolder bij de voorraad heb ik echt alles wat ik nodig heb, heb ik op voorraad. Nu gaan we in het volgende rondje gaan we 3 keer meerdere in de 5e steek. En we eindigen met een vaste. Dus we doen, want we hebben 16 steken, dus we doen 3 keer in de 5e steek meerdere in de 8e lussen. En dan houden we 1 steek over en daar maken we gewoon dan weer 1 vaste in. Dus we gaan van 16 naar 21 steken en we haken in de 8e lus en meerdere iedere 5e. Zo, nou. Het werk van morgen is makkelijker. Nee, ik zeg het verkeerd. Oh, het is andersom. 5 keer iedere 3e. Want hoe kom ik anders van 16 naar 21? Oh. Oké, ik moet even uithalen. Want ik denk, het klopt helemaal niet, joh. Sorry. 5 keer iedere 3e. Het staat er ook. Ik lees het andersom. Sorry. Ja, het probleem is dat de vorige toer precies hetzelfde was, maar het maakt niet uit. Want het maakt ook niet uit. Ja, Aletta, die, zie je, daarom heb je me er ook nog niet over gehoord, want... Ik heb een zere plek in mijn nek. Hoi Willy. Oh, kom je gezellig even een bakkie doen? Nou, laat ik even zien wat we morgen gaan doen. Of nou ja, wat ik in ieder geval morgen ga doen. Komt-ie. Oh, nog een keertje zo. Ja, ik ben er best wel van onder de indruk. Morgen ga ik een hackathon doen. Ik ga haken tot dit af is. En het is een workshop. Het is dus een workshop in 1 deel. Maar het wordt wel... Een langdradige workshop met heel veel stokjes. En ik schat 1 uur of 5, 6 dat die gaat duren. Maar heb je morgen even niks te doen? Check mijn account en kijk even of dat ik online ben en kom een kopje koffie of thee doen. Nou, volgens mij kon het tussen 200 steken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Een sok in een sjaaltje rondje rollen en om je... En dan, wat doet de sok? Ik heb altijd een sjaal om. Oh, leuk, Willy, dat je morgen even langskomt. Ik begin om... Oh, sorry, ik begin om 10 uur tot sluit, totdat het af is. Oh, lekker thee. Hij is alleen nog heet. Oké. En dan is het het eind van de decembermaand. En dan hebben jullie een maand de tijd om foto's te posten op een draadje wat ik op... bij de vastgezette berichten zet op mijn Facebookgroep.
Zodat jullie daar alle foto's van alles wat jullie met deze workshops in de kerst in juli maand hebben gemaakt kunnen posten tot 1 september. En dan maak ik er een YouTube filmpje van. Dus het maakt niet uit wat er op de foto staat, als het maar ontstaan is of mislukt is of wat dan ook tijdens de kerst in juli workshops van Maak het met Miranda Handwerkcafé. Nou, ik ga even kijken hoe de volgende tour gaat. Oh, de volgende tour is vasten in alle achterste lussen. Gewoon 21 steken in het rond. Wie staat? Staat Gerry in de hoek? Oh, in de hoek. Het sjaaltje in de hoek. Van mijn nek. Ja, het zit rechts achter, zeg maar. Net naast mijn. Of er zit een knoop in een spier. Op zich. Ik zal ze aan die date vragen als hij over 16 weken weer komt. Of dat hij even wil kneden. Oké. Okay. Dus we gaan nog tot na de orde in de achterste lus. Haken we 1 toer vaste in het rond. Dus 21 steken in de achterste lus vaste. Even hoor, 20. Wat Marco zegt, kan na de type Miranda. Ik weet niet wat je bedoelt, Marco. Willy van der Steen is ook een Vlaamse mannennaam. Maar in Nederland is Willy Wil. Willy. Ik heb een tante Wil. Dat is een vrouwennaam. En de mannennaam. Volgens mij is dat een unisexnaam hier. Gerry zegt 8 uur klaar, schat ik zo in. Nee, want ik heb hem al gemaakt. Hè? Dus ik doe er geen 8 uur over, kan ik je vertellen. Want ik heb hem al gemaakt, ik doe er geen 8 uur over. Alhoewel, ik moet natuurlijk wel dingen uitleggen. Oh, Gerry, hou even op. Joh, dan is het 6 uur 's middags. Wat na de les typen? Oh, heb ik gisteren gevraagd of dat ik na de les wat kon uitproberen? In mijn hoofd heb ik dat wel gevraagd, maar ik weet niet of ik het echt heb gevraagd. Ik wil, als een workshop klaar is, wil ik nog even live blijven, want ik moet even wat dingen proberen. Maar dat kan alleen als ik live ben. En ik heb dus minimaal 1 slachtoffer nodig die even blijft hangen. Om te reageren of dat we nog online zijn en zo. Dat ik niet de boel laat ontploffen, zodat ik daar in de toekomst misschien dingen mee kan doen. Hé, hey, Pimmetje. Kom jij nou weer? Dat kan niet, hè? Nee. Oké, okay, grootmoeders boek, een sok in je nek. 21 is goed. Oh. Nou, Marco. Ik zal kijken. Want ik zal wel even kijken. Maar na de show. Lieverd, je staat op mijn draadje en zo. Je staat heel erg in beeld. En oh, je maakt er een dingetje van. Pimmetje. Hey. Oude haarbal. Nou ja, dat is allemaal toch niet handig. Dat is toch niet handig. Die nog. Niet aan de camera zitten. Ja, nee. Wat moet uit 1 draad bestaan, Jetty?
Je kan altijd een draad eraan maken. Hè? Je hoeft niet. Je kan, ik weet niet. Je kan meerdere kleuren gebruiken, meerdere draden van één kleur. Je kan altijd draden aan elkaar maken. Oh. Ja, ik kan mopperen hoor als ik niet doorga. Klein narcisje. Daarom is hij ook hier, hè? Jij wilde zo ontzettend veel aandacht dat de kinderen in huis eronder te lijden hadden. Nee, jij hoefde maar één toer vast in de achterste lus 21. De volgende gaan we de derde en de vierde steek samen haken. 5 keer. En we haken 1 vaste en dan zijn we weer terug op 16 steken. Dus we gaan iedere derde en vierde samen haken en 1 vaste. Aan het eind. En zoals we dat er straks hadden. Maar wel in de achterste lus, hè? Pimmetje, laat je buikjes zien. Pimmetje, laat je buikjes zien. Pimmetje, laat je buikjes zien. Laat je buik. Nee, laat je buikjes zien. Niet baf. Pimmetje kan blaffen namelijk. Ja. Oh, oh, oh. Laat, ga nou eens van mijn draad af. Nee. Ga nou van mijn draad af. Oh, ja, je bent wel leuk hoor. Maar je zit nog steeds vast aan mijn draad. Zo, hè? Zo. Ja, het is een enorme kroelkat. En hij is dol op bezoek. Want dan kan hij daarmee kroelen. Want ja, ik heb niet heel de dag de tijd. Maar hij wel. Dus als de visite komt, dan is hij er altijd als de kippen bij. Oké, we gaan iedere derde en vierde samen haken. En dan hebben we aan het eind van de toer nog 1 steek over. En daarin haken we een vaste. Hé, Gerry, gaat hartstikke goed. Ervaring leert. Je moet ook aan mij wennen, hè? Pimmetje. Pimmetje. Oh, 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 hij is niet gek. Nou, Pim. Gerry, als je blijft hangen, moet je even uit en inloggen. Maar ik ga de derde en de vierde dus 5 keer samen haken. En dan hou ik 1 steek over 1. En we haken nog steeds in de achterste lussen. Nee, Pim. Nee, is op. 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 Is op. Is op. Oh, oh, nee, het is niet op. Dat was niet de bedoeling. Oh. Nou, ja, ga die kant op. Deze mogen naar de jongens op de grond, want niet alles is voor Bas, hè? Ja. Ja, hier nog. Zo. Oh. Nou, ik moet weer tellen ondertussen. Ik ben tel kwijt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dus ik moet er nog eentje doen. Ik moet er nog eentje doen. Denk ik. De bezem. Zo. Klaar. Klaar. En dan gaat hij hoor. Boom. Jetty wil iets weten over waar ik een filmpje van ga maken. Even kijken wat Jetty vraagt.
Inge, ik heb nog ik heb twee bollen Royal gebruikt. En ik heb over. Jetty, bedoel je wanneer ik dit, wanneer de uitzending van dit is? Morgen, 10 uur begin ik. Morgenochtend 10 uur begint de hackathon van Maak het met Miranda om dit item te maken. Wat je of in een ring kan opspannen of op tafel kan leggen. Als je 16 steken hebt, ja, dat valt zat mee. Er zit een hoop gaten in. Gaten kosten geen garen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Het komt niet zo nauw. Heb je de 15, is het ook goed. Dan ga je 2 toeren in de achterste lus vaste haken. Dus je gaat gewoon 32 vaste in de achterste lussen haken. Dus 2 toeren vaste in de achterste lussen. En 2 keer 16 is 32. En daar is de volgende. Echt nooit met zijn kop in beeld, hè? Ja, ik ben even het zakje kwijt. Oh. Ja, ja. 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 Kom maar. Hallo. Oh. Hij heeft klappen gehad op zijn snuit. Dus hij mist wat haar en hij heeft wat wondjes. Dat begindraadje, dat mag je zelf weten, wil je het gebruiken om op te hangen. Maar op zich heeft een dennenappel geen ophanglusje, dingetje. Maar als je een lusje wil maken, dan laat je hem aan de buitenkant hangen. Ja, jij bent te laat, je hebt net de hele grond zitten stofzuigen. Ja, we zijn op. Het is weer op, jongens. Ik moet door. Ik ben de tel al sowieso kwijt, maar het maakt niet uit. Je kan ook meer toeren haken, wordt hij wat langer. Zwarte katten. De minst geliefde katten, omdat je ze heel slecht ziet. Op de foto. Nou, ik weet niet hoor. Ik zie hem wel zitten. Zien jullie hem ook zitten? En nu gaat hij. Oh jee. Het regent, maar niet hard. Ik sla er even 1 over, want ik heb door een steek heen gestoken. En ook dat maakt niet uit. Kijk, nu gaat de dennenappel eruit zien. Zoals een dennenappel eruit ziet als hij dicht zit. Zometeen kan je er dus voor kiezen om hem te houden zoals hij is. Of we gaan er een dennenappel van maken die weer meer van die schubben heeft. Dus... je kan zo meteen stoppen. Oh. Oh, dat filmpje over de kerststukjes. Dat maak ik 1 september. En de link... ik maak op de Maak het met Miranda Facebookgroep... een draadje waarin je die foto's kan posten. Je mag ze ook op Instagram posten. En dan moet je mij taggen. Ja, en dan vind ik ze terug. Als je een Instagrammer bent, dan weet je hoe dat werkt. En dan moet je mij taggen en dan zie ik ze ook. En 1 september, dan verzamel ik alle foto's. Er mogen ook filmpjes tussen zitten. Ik verzamel alles. En dan gaat het in 1 grote compilatie op YouTube. En dan is jullie werk uit deze maand vereeuwigd voor zolang YouTube blijft bestaan. Dat is best lang, denk ik. Dus je hebt een maand de tijd om nog lekker door te haken als je wil. Of iets af te maken. En dan foto's te posten op dan wel... Facebook, Maak het met Miranda. Of Instagram, waar ik niks van snap. Maar als iemand me tagt, dan zie ik de foto.
En filmpjes mag dus ook. Past allemaal op mijn, in een YouTube filmpje. En dat is dan wel leuk, hè, dat we alle resultaten zoveel mogelijk verzamelen. Kan ik dan weer als promotiefilmpje maar gebruiken voor de volgende jaren of zo. Of in december. Promotiefilmpje. Ik heb promotiefilmpjes nodig, hè, altijd. Dus ja. Doe het wel, ik doe het wel anoniem. Behalve als je zelf op de foto staat, daar kies je dan voor. Hè, dat je dan op internet komt te staan. En nu begint het hier harder te regenen. Nee, de foto insturen, dat maakt helemaal niet uit. Alleen maar foto's van workshops uit deze juli maand. En wat voor garen je hebt gebruikt, of het is gelukt, of dat je het vindt mislukt. Het maakt allemaal niet uit. Alle resultaten mag je insturen. Verder zijn er geen regels. De enige regel is, het moet uit een juli workshop zijn. Dus als je deze wil maken, dat kan dus ook, daar heb je een maand de tijd voor. Als je wil dat je naam erbij vermeld wordt, dan moet je dat zelf op die foto erin knutselen. Ik heb geen computer. Ik kan geen foto's bewerken. Dus alles wat je op de foto laat zien, dat komt op YouTube. En het liefst wil ik foto's die zo zijn gemaakt. Dus niet staand, maar liggend. Mag wel staand, zeker. Maar als je liggend kan maken, doe het dan liggend. Nou, dat. Maar dat roep ik nog wel een keertje. Nee, dit is... horen jullie de regen? Oh, ja, nee, met een draadje bedoel ik een topic op Facebook. Een draadje waarin je dan kan reageren. Dat wordt in de internettaal wordt zo'n onderwerpje, zo'n berichtje, wordt een draadje genoemd. Nou, ga ik snel even verder. Iedereen die zal die 32 of hoeveel dan ook vaste hebben gehaakt. Dan gaan we weer de derde en vierde samen haken. En dat blijven we doen totdat we niet meer kunnen. Kijk, precies op tijd, Gerry. Dat ga je ook weer in de achterste lussen doen. Je blijft de derde en de vierde samenhaken totdat je niet meer kan. Ga niet moeite doen om het laatste voor elkaar te krijgen. Is niet nodig, zie je straks niks meer van. Dus, ik ga iedere derde en vierde samenhaken totdat het me niet meer lukt. In de achterste lussen. Ja, Willy, jullie krijgen een hele creatieve opdracht. Oh. Het hoeft niet, hè? Het mag. En zoals je het instuurt, zo wordt het in het filmpje verwerkt. Maar het lijkt me wel ontzettend tof om al jullie resultaten te verzamelen. Oh ja, dat vergat ik helemaal. Er moet een beetje vulling in. Dankjewel, Rita. Voordat die helemaal dicht is, moet er nog vulling in. Ik was er vast een keer opgekomen, maar waarschijnlijk toch te laat. Pluk je vulling. En wat vergeet ik nog meer? Oh ja, dat soort dingen. Oh ja, dat soort dingen, Claudia. Daar ben ik ook goed in. En ik vervloekte mijn kinderen altijd als ze weer eens een kastje open hadden laten staan. Een keukenkastje, weet je wel. En dat je dan bukt en dat je dan omhoog komt en dat je dan echt een doodsklap krijgt omdat dat keukenkastje deurtje niet meegeeft. Het gebeurt me in huis ook zelf, nu ik alleen woon, nog wel eens dat ik het zelf ook heb. Nou.
Er mag een naam bij, zeker mag dat erbij, maar dat moet je dan zelf op de foto erbij schrijven. Ik kan niet bewerken. Dus alles wat op de foto zichtbaar is, en dat mag dus ook een bewerkte foto zijn, dat wordt geplaatst. Nou, Fritsje, kom uit de... Oh. Nee, niet meer. Die haal ik nu dus uit de snoepla, die midden in de kast zit. Ik heb zo'n 25 vakkenkast. In het midden zit een vak. En hij staat dus met zijn achterpoten op de rand van een stoel. En hij staat als een acrobaat, als een bruggetje naar... Nou, hij is niet goed. Nou, dus een beetje vulling erin, niet vergeten. En dan iedere derde en vierde steeds samen haken. Of zoiets. In de achterste lussen. Nee, Frits, het is... jullie hebben de katten verziekt. Het is niet meer onhandelbaar worden ze. Ze willen alleen nog maar snoepjes. Ja, of een briefje op de foto erbij leggen met je naam als je wil. Dat je echt bekend wordt vereeuwigd. Alles mag. Er mag een kerstwens voor iemand bij staan. Alles mag. Als het maar op die foto. Je mag meer foto's insturen. Hè, als je hoeveel workshops... Oké. Okay. Jongens, hoeveel workshops hebben we gedaan? En dan tellen we de dubbele niet mee. Hoeveel hebben we er gedaan in juli? Iemand gaat dat nu nakijken, hoeveel workshops we hebben gedaan. Dus je mag ook, als we 20 workshops hebben gedaan... of als jij 20 workshops hebt meegedaan... mag je ook 20 foto's insturen. Maar alles mag. Je mag ook een foto insturen van je kerstboom... als het maar voor 1 september is. Ja, morgen kunnen jullie heel de dag aanschuiven, katjes. Want dan... kan ik toch geen kant uit, dus dan mogen jullie afdwingen wat jullie willen. Nou. Gaat hij op mijn patroon zitten, dat is ook wat, hè? Jazeker, doe ik morgen een dikke thee voor. Want ik denk dat ik dan wel een keer een plaspauze in moet lassen. Anders is het niet zo goed voor je blaas, hè? Nou, ik doe maar wat. Ik ben nou ongeveer aan de punt... En dan ga ik even wachten tot iedereen ongeveer zo is. Oh, Marion. Heb je zo moeten lachen? Ik hoop dat je een nodig had omdat je zo moest lachen. Oh ja, natuurlijk moest je verschrikkelijk lachen. Hij heeft een heel pierig staartje. Ik heb er ook weer aan zitten knippen. Want nou valt er weer af en toe, als het zo warm is, valt er hars uit de bomen. En dat moet je eruit knippen, want dat wordt zo'n plakmassa. En daar hangt van alles aan. Dus, die arme kat, die wordt zo mishandeld door de schaar. Hij vindt het helemaal niet erg hoor, gelukkig. Maar ach. In het bos, er hangt altijd wat aan die katten. Behalve Pim. Ja, die heeft ook wel last van nagelkruid en zo. Maar Pim heeft zulk zijdezacht haar. Daar blijft niet zo heel veel narigheid aan plakken. Nou. Ik wacht nog heel even. Ja, dat hars, dat is vies spul hoor. Dat heb ik ook wel eens op mijn haar gehad. Daar word je niet blij van. 2 minuutjes en dan... ik hoef eigenlijk maar 3 keer voor te doen. En dan is het alleen maar totdat je niet meer kan terughaken. Dus... Ook al is het niet af aan het eind van de workshop, dan weet je gewoon hoe je het af moet maken. Want we gaan constant hetzelfde doen. Ik geef nog een kleine truc om te voorkomen dat ze niet. Om te zorgen dat ze verspringen en zo. Maar ja hoor, een schaar is toch echt het makkelijkste. Dat voelen ze niet.
En daar missen ze niks aan en dat groeit wel weer aan. Het is mooi. Waarom zou ik een half uur gaan worstelen om iets eruit te krijgen als het met een schaar een seconde duurt? Het is maar haar. Ik ben hier, ik amputeer niks. Dus blijf ik bezig. Oh, dan doe je dat lekker tijdens het kroelen, dan knip je het eruit. Het is maar één knip meestal, hè, zoiets eruit knippen. Ik heb daarom ook altijd overal van die vlijmscherpe schaartjes liggen, want dan... Oké. Even kijken. Is er iemand nog niet zo ver dat we op de terugweg kunnen? Hoewel dat niet echt noodzakelijk is, want je kan op ieder gewenst moment kijken hoe de steek moet of het even aan me vragen. Maar ik moet het even uitleggen. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Ik kan het het beste gewoon uitleggen door het te gaan laten zien. Het is misschien handig als iedereen even alles laat vallen, behalve als het servies goed is of kapot kan of leeft. En dan even kijken. Jullie hebben natuurlijk al begrepen dat we in de voorste lussen gaan haken, hè? Oh, ze mogen de schaar niet zien, die tekkels. Oh, nee, workshop. Jullie begrijpen al dat we in die voorste lussen gaan haken. En we gaan dus van die schubjes haken. En die haken we over 2 steken. Dus ieder schubje bestaat uit een aantal steken die over 2 steken worden gehaakt. Als je nou niet wat dat weet wat dat betekent, geeft helemaal niks. De steek waarin... moet even kijken. De steek waarin je ongeveer het laatste in de achterslus hebt gehaakt, daarin steek je weer voor. Je draait hem om. Hè? We gaan ondersteboven verder haken. En daar ga je insteken. En dan maak je een halve vaste. Dat is de beginpositie. Dus je moet even kijken, zoek een achterste lusje op, want we gaan dus spiraal weer terug omhoog haken. En begin met een halve vaste in het eerste achterste lusje wat je vindt. En dat is dan de eerste steek en daarnaast zit de tweede steek. En we gaan, dat blaadje wordt over 2 steken gehaakt. En dat gaat dan als volgt. We haken 2 lossen aan het begin en 2 lossen aan het eind en een halve vaste. En ertussenin... over die 2 steken gaan we 2 stokjes samen haken. Dus, ik begin met een halve vaste, 2 losse. Vervolgens haak ik in diezelfde steek, begin ik een stokje te haken. En ik sla om door 2. Dan heb ik 2 lussen op de naald. Vervolgens ga ik het tweede helft van de 2 stokjes die ik moet samenhaken in de tweede steek haken. Ja, het is moeilijker uitleggen dan laten zien. En als ik dan 3 lussen op de naald heb, dan haak ik alles samen. En dan vervolgens haak ik nog 2 lossen en een halve vaste in die tweede steek. Nou, dat snapt natuurlijk helemaal niemand, dus ik ga het nog een keertje doen. Ja, we gaan terughaken. Oh, dus je draait hem om. Je bent nu zo geëindigd, je draait hem om. En dan gaan we terughaken in de achterste lussen. Dus je zoekt een achterste lus op. Daarin haak je een halve vaste, 2 losse. En dan begin je in diezelfde steek een stokje te haken, maar je haakt hem niet af. En in de tweede steek haak je de tweede helft van de 2 samen te haken, stokjes samen. En dan haak je weer 2 losse en een halve vaste. Maar ik ga het gewoon nog een keertje voordoen, want dat moet ik helemaal doen tot bovenaan. Dus ik begin met een halve vaste in een lus. Halve vaste in een lus en 2 losse. Dan ga ik een stokje beginnen te maken in diezelfde eerste lus. En ik stop als ik 2 lussen op de naald heb staan. Vervolgens ga ik in de tweede lus ook een stokje beginnen te haken. En als ik dan 3 lussen op de naald heb, dan sla ik om. En dan haal ik de draad door alle 3 de lussen. Haak ik 2 lossen. Hij zit op mijn draad. En een halve vaste in diezelfde steek waarin we net... dat tweede stokje hebben gehaakt. Dus zo krijg je van die kleine waaiertjes. Maar even vandaag is het hun hobby om op de draad te gaan zitten. Oh ja, dat is natuurlijk interessant, want die draad die loopt ondertussen hier uit. Kijk. Dus dank je.
Dus in de eerste lus ga ik beginnen met een halve vaste. En twee losse. Dan begin ik met het haakje van het eerste stokje. En in de tweede lus begin ik het tweede stokje te haken. En dan ontstaan door alle drie twee losse. En weer een halve vaste in de tweede lus. Nee, dat is achteruit haken, Willy. Terughaken is, we gaan terug over dezelfde steken. In Nederland, tenminste hier, bij mij noemen we achteruit haken uithalen. En zo ga je dus helemaal spiraalgewijs, ga je dit doen. Is er iemand die dit niet begrijpt? Ga ik even knuffelen. Je moet even hij zit bijna in beeld. Het is echt een oor. We hebben een oor en we hebben een neus. En hij denkt, snoepjes. Nee, dat hebben we niet. Oh, dit vindt hij zo lekker. Zijn wangen masseren. Gaat dit goed bij iedereen? Is hij zo duidelijk? Oké. Ga ik door. En dat ga je dus doen totdat je bij de laatste achterste lussen bent. En dan ben je klaar. Een draadje wegsteken. Klaar. Ja, top Rita. En dan was dit de ene laatste workshop voor kerst van dit jaar. In december gaan we andere dingen doen. Maar dan kunnen jullie altijd nog weer terug naar deze workshops als jullie behoefte hebben aan kerstworkshops. Was best leuk, toch? Oh, het is nog niet klaar, hè? Morgen. Oh, ik moet morgen ook 6 uur kletsen natuurlijk. Ik heb pas vandaag bedacht, hè, om dat te gaan doen. Dus ik moet dat vanavond eventjes een beetje de wereld in helpen. Oh, ik heb het zo druk. Vandaag nog. Maar dat is leuk, hè? Dus de eerder is morgenochtend 10 uur. Ja, Marion, komt hij goed? Oh, moet wel aan de goede steek doen. Oh ja, ik moest nog vertellen. Als ze nou een beetje boven elkaar beginnen te vallen, dan sla je gewoon 1 steek over. Dan verspringt de boel weer wat beter. Kijk, zie je, ze beginnen hier nu. Je kan gewoon 1 steek overslaan om de boel weer een beetje te laten verspringen. Als Marion die laat gewoon alles laten hangen totdat het december is. Wat, tot 3 koningen? Wat, nog een heel jaar? Want zo'n feest is het nog niet buiten, dus dan moeten we binnen maken, hè? Hij zit te slapen. Oh nee. Leuk, Aletta. Graag gedaan. Nou, was weer eens wat anders, hè? Dan gaan we nu weer over tot bijna. Zondag gaan we weer beginnen met het volgende thema. En we hebben gisteren besloten dat dat eten wordt. Ik ga jullie eten laten maken. En goed zo, Jetty. Fijn. Het leuke aan speelgoed eten, dat heb ik in het verleden echt heel veel gemaakt, is dat het kan bij een keukentje. Het kan bij een winkeltje. Het kan gewoon met de picknick. Speelgoed eten is multi-inzetbaar. Is hartstikke leuk. En ik maak het dus allemaal met hetzelfde garen. Dan weten jullie dat vast. Dus het maakt mij niet uit of je gewoon restjes gebruikt. Of allemaal hetzelfde katoen. Of maakt niet uit. Maar ik gebruik gewoon het garen waar ik het meeste van heb. En dat worden natuurlijk allemaal kleine projectjes. Maar ik probeer dat natuurlijk weer niet helemaal standaard te laten worden. En als toegift komt er een picknickmand. Maar dat wordt dus een aparte workshop die je gewoon altijd kan kijken. Niet live. Dus dat komt helemaal goed. En dan hebben we dus een maand lang gaan we eten haken. Nou, weet wel hoeveel workshops we met de kerst nu hebben gedaan? En hoeveel dagen in augustus zijn zondag, dinsdag, woensdag en donderdag?
Begint op een zondag. Ik kan dat niet zien zonder kalender. Hoeveel eetworkshops moet ik gaan doen? Dankjewel, Inge. Komt weer een oor in beeld. Had ik al verteld dat dat witte heel snel verbrandt? Ja, moet wel een beetje leuke dingen blijven doen. Nou, ik maak er ondertussen weer een rommeltje van. Bach, ja. Dankjewel. Dat ga ik nu doen. Even deze afmaken. Achttien workshops over eten. Oh, sorry. Nou, dat is een appeltje eitje. Dat is natuurlijk geen probleem. Mozart, ja. Alle klassiekers komen voorbij. Dat moet te doen zijn. Oh, leuk jongens. 2 uur per keer. Dat is leuk. Dan gaan we echt leuke dingen doen. Ik heb al wat op de rol staan. Dus ik ben natuurlijk gelijk aan de slag gegaan ermee. Want als ik 1000 stokjes aan het haken ben, dan kan ik heus wel ergens anders aan denken. Ik ben nu eigenlijk een heel klein beetje klaar met deze. Haydn. Ja, dat vind ik een beetje zwaar. Maar ik moet hem toch even afmaken, want het is dan toch leuk, hè? Ook voor mijn verzameling. Even doorbijten, Miranda. Is maar een paar minuutjes werk. Even kijken wat de mensen nog aan zeggen. Zo, oh, kijk. We hebben gewoon alle dagen van augustus doen mee. Oh, als in... Wordt een lange maand. Graag gedaan, poesjes, voor de kerstmaand, zegt Wilma. Woedozo. En ja, dinsdag toch ook. Ik heb nu toch ook alle dinsdagen wel in het thema een beetje zitten rommelen. Dus, nou, ik weet niet wat ik hier allemaal aan het doen ben. Oh, jawel. Komt wel goed. Lachen. Ik vind het ook wel bijzonder hoor. Ik vind jullie net zo bijzonder. Want jullie doen maar mee met al die gekkigheid van mij. En alle buien en alle... mislukkingen. Oh, het gaat weer mis. Zie. Ik hoop wel dat we een beetje lekker picknick weer krijgen tijdens al die workshops. Een beetje kleine projectjes. Nee, woensdag wordt in principe geen herhaling. Donderdag wordt in principe geen herhaling van woensdag. Nee, kleine projectjes, dat kan ik wel aan. Nee, we pakken zoveel mogelijk. Want anders hebben we een appel en een ei en dan zijn we klaar. Dat schiet niet op. Er moet wel een flink gevulde mand met leuke dingen. Dus zondag beginnen we. Dus pak je eetkleurrestjes maar vast tevoorschijn voor zondag. Want dan begint het project de picknickmand. Of de winkel of de keuken. Eten. Gezondheid. Zit je een beetje te niezen? Wat was de 14 juli in de workshop? Dus ik weer van alles te missen. Ik hou ermee op. Maar hij wordt wel leuk, dus dan moet je toch weer doorgaan. Hè, ingewikkeld allemaal dit, hè? Oh, nog meer klassiekers. Even kijken, Marco zegt 14 in juli. Oh, we hebben 14 workshops in juli gehad. Zo dan. Ja, dat klopt wel, hè? Oh. Nee, we hebben er meer gehad. Dat kan bijna niet, 14. Dat is 2 weken. Nee, het zijn er denk ik wel 20 geweest. Maar dat maakt niet uit.
We hebben er heel veel gedaan in ieder geval. Nou, ik ga nog even door. Ik heb nog tijd. Dan... Waar je aan begint, moet je afmaken, hè? Nou, het was in ieder geval, het was een hoop, we hebben een hoop meters gemaakt. We hebben een hoop meters gemaakt, ja. En dat gaan we morgen ook doen. Wel, 2 bollen royaal. En heel erg veel stokjes. Maar dan heb je ook wat. Zwanenburg, ik vind het geweldig. Ik begrijp dat niet iedereen het geweldig vindt, maar ik vind het net of dat ik een boek aan het lezen ben. En dat je echt denkt van, oh, volgende hoofdstuk, leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Niet iedereen vindt het leuk en dat mag ook, maar die 3 kwartier kan ik op een dag er wel bij hebben. En ik kan het ook nog eens een keer... Oh, hebben we ook nog detective vandaag? Ik moet eventjes mijn draad zit vast. Ja. Dag Marion, tot morgen. Sterkte. En nou, zet hem op, hè. Oh ja, en we hebben straks natuurlijk om 7 uur hebben we nog Charlingual, de online handwerkclub offline. En ik ben er echt heel benieuwd naar. En ook omdat het een première is waar je bij kan chatten. Ik zie altijd wel tijdens het plaatsen van mijn video's dat ik ze ook aan kan vinken, dat ik ze in première kan laten gaan. Maar ik dacht altijd van ja, maar ze gaan toch altijd in première als je ze online plaatst. Maar dat heeft schijnbaar extra functies. Dus vanavond ga ik dat eens even bekijken vanaf jullie kant. En dat is dan ook weer het leuke, hè? Van ook gewoon een handwerkster zijn als jullie. Dat ik ook gewoon mee kan doen. Dus, nou, ik krijg het niet meer af voordat het 5 uur is. Ik leg het even aan de kant, want ik heb nog een paar steekjes te doen vandaag. Ik vind het zo ook wel grappig. Het is net een bloem. Het is net een bloem. Het is net een bloem. Maar dat kan best, toch? Als dennenappel? Of zit ik heel verkeerd? Nee, toch? Nou, ik denk dat ik eens eventjes met mijn gehakt en mijn groenten en mijn paprika's ga stoeien. En me een beetje ga ontspannen en mentaal voorbereiden voor morgen. En voorbereiden de tafel en de lekkers. En vanavond ga ik een klusje doen en ik heb weer een opvlieger. Dus ik denk dat het de hoogste tijd is om even weer afscheid te nemen voor nu. Ik vond het weer superleuk dat jullie allemaal zijn blijven hangen. En ik hoop dat er veel dennenappels zijn gevallen. Uit de boom dan. En nou, morgen de laatste kerstworkshop. En dan zie ik jullie vast wel weer ergens terug. Zondag dan gaan we dus beginnen met de nieuwe thema maand eten maken. Precies, Willy, doe lekker voorbeeldjes. Oh, Gerry is al met 1/3 klaar met de schubben. Ja, als je eenmaal weet hoe het werkt, dan ga je als een trein. Het is een beetje fiebelen. Je kan ze gewoon aan de kant duwen. Dus, ik ga lekker eten maken. En straks schuif ik aan bij Charlie als gast, net als jullie. Tot morgen, voor de mensen die me morgen komen supporten. Oh ja, ik ga nog eventjes foto maken en dat ding de wereld insturen om mensen te lokken. Ja, eten jullie ook allemaal smakelijk. Voor de mensen die de nacht in de dienst in moeten, werk ze. En ontzettend veel respect. En ik hoop dat het een fijne dienst is. En ja, ik ga gewoon lekker sluiten. En een beetje afkoelen, want ik heb het heel erg warm. Duimpje omhoog als jullie dat nog niet hebben gedaan en dit een leuke workshop vonden. En bovenaan dan zien jullie een berichtje, een blauw balkje. Dat is een fooienpot. Daar koop ik lekkers voor de katten. Dus daar mogen jullie aantikken. Jullie kunnen doneren vanaf 1 cent... Dus heb je nog een cent ergens in je broekzak zitten, gooi hem even in de fooienpot. Dan hebben de jongens ook weer extra lekkers. Dag lieve, mooi maak. Hoe had ik het nou bedacht? Mooi maaksterren. Dag lieve mooie dingen maaksterren. Die moet ik onthouden. Dat is een nieuwe. Dag lieve mooie dingen maaksterren. Ik ga jullie weer missen. Maar morgen dan krijg ik een overdosis, hoop ik, van jullie. Toedeledokie, tot ziens!